Hoe zie je jezelf? Wat ben je? Ben je een activist? Een denker? Een politicus? Wat ben je eigenlijk? Lasser. Lasser? Bankwerken? Dat doe je niet meer. Ja, ik ben alles, Arjo. Wij tutoyeren elkaar, want we kennen elkaar reeds 20 jaar, hebben we net vastgesteld. Nee, alles. Het is ook een beetje raar om te denken dat je zou kunnen werken, met je handen zou kunnen werken zonder je hersens te gebruiken. Kijk, dat is wat die mensen, die arbeiders ook veel vaker moeten zeggen. Wij moeten allebei gebruiken. Ja, zij die die hersens gebruiken, die gebruiken de handen niet. Hooguit, ja, typemachine, maar... Nee, dat is als je bankwerker bent, dan moet je op een halve millimeter nauwkeurig kunnen werken. Dat is nog vrij grof. Een fijn bankwerker moet natuurlijk op een duizendste kunnen. Maar een halve centimeter. Maar goed, die tekeningen waar wij mee werkten waren toch vrij ingewikkeld. Wij zaten dan met name in de puien, in de roestvrij stalen en aluminium deuren, kozijnen, ga zo maar door, voor de vleesindustrie. Maar die tekeningen waar wij mee werkten, hoewel toch vrij eenvoudig en overzichtelijk, waren toch nog redelijk ingewikkeld. Dus dan moet je toch wel even goed met je kop bijblijven. Maar ik ben zeker ook een activist, altijd geweest. Een politicus zeker ook. Ik heb 14 jaar in de gemeente, 17 jaar in de gemeenteraad gezeten. Of 2 jaar in de Provinciale Staten, 14 jaar in de Tweede Kamer. Zeg ik het goed? Ja, 14 jaar, 16 jaar in de Tweede Kamer. Dus dat mag je wel politicus noemen, denk ik. En denken doe ik ook, sterker. Ik schrijf ook nog boeken. Ja. Dus ja, van alle markten thuis. De Homo Universalis. Je hebt gekozen om te gaan werken. Niet door te gaan met allerlei studies en zo. Terwijl ik denk dat je dat heel goed ook had kunnen doen. Maar je hebt voor iets anders gekozen. Je hebt ook gekozen om je ontzettend te bemoeien met van alles en nog wat. Heel activistisch te worden. En we zouden nu zeggen behoorlijk radicaal ook in je opvattingen. Heb je enig idee, kun je iets ons vertellen van hoe dat zo gekomen is? Waar komt dat vandaan? Heeft je vader je dat gezegd? Of heb je iemand ontmoet? Of heb je dat helemaal uit jezelf gehaald? Hoe gaat dat? Dat je zo met al... Nou, iedereen heeft natuurlijk altijd een product, zowel qua genen, zijn ouders, als qua omgeving, de mensen die hem omringen. We zijn allemaal, dat is historisch besef, hè? Dat je beseft dat je het product bent van iets waar je part nog deel aan gehad hebt. Ja. En dat geldt voor mij natuurlijk ook. Het is niet zo dat ik het van thuis heb meegekregen. Mijn vader is gestorven toen ik 10 was, dus voor ik de jaren van bewustzijn kreeg, was mijn vader al weg. Mijn moeder was een, zoals een Brabant zegt, een goede katholiek. Dus zeer godsvruchtig. Maar helemaal niet radicaal of zo. Het was een buitengewoon amabel, lief, tolerant en voor haar kinderen en een moeder zoals iedereen die zou wensen. Die wel erg ook van de rechtvaardigheid was en zo. Dus het zou ook wel best wel eens kunnen dat de waarde via dat katholicisme en zo, het christendom en mijn moeder toch ook enigszins tot mij is gekomen. Het zal zeker ook geboren zijn uit recalcitrantie. Want je begint wel over, ja, als jij was gaan studeren, had je het nou een eind kunnen schoppen. Dat zei mijn moeder ook altijd. Maar je moet wel weten dat die middelbare schoolperiode voor mij een drama was. Ik heb op 4 middelbare scholen gezeten. Ik was niet de makkelijkste. Had altijd ruzie met de leraar of zo? Je verzet je nou, ik ging eerst naar kostschool, gymnasium. In Oldenzaal. Nou, dat was al, toen was ik 11. Dat was al geen gelukkig huwelijk. Die school werd opgeheven. Had overigens niks met mij te maken. Maar dat terzijde, voordat er misverstanden ontstaan, dat ik een pool van ellende achter me heb. Dat is niet zo. Toen ben ik naar Heeswijk gegaan in Brabant, bij de Nobbertijnen. Heb ik weer 2 jaar intern gezeten, op kostschool. Ook Grieks en Latijn, gymnasium. En toen kwam ik tot de conclusie, en ik zelf had het al lang geconcludeerd, dat die klassieke talen aan mij niet besteed waren. Sowieso, ik had helemaal niks met talen. Ik vond dat op die leeftijd, nu ben ik echt een talenmens, maar toen had ik helemaal niks met taal, behalve Nederlands. Dat vond ik tenminste nog nuttig. Dus dat ging helemaal niet goed. Ik ging van kostschool af, ging naar de HBS, die bestond toen nog, wat nou Atheneum is, zeg maar. In Oss, het Tietse Bansma Lyceum. Maar toen hadden ze me op HBS A gezet. En daar krijg je dus handelsrekenen en boekhouden en al dat soort, ja, hoe zal ik het zeggen. En ik ging steeds maar vragen aan die leraar, die ook maar net voor de klas stond. Die kwam net van de leergangen af. Van ja, maar dat, waar gaat die winst dan naartoe? Wie krijgt dat dan? Wie heeft dat verdiend, dat geld? En waar gaat dat dan naartoe? Die mensen werd helemaal gek van mij natuurlijk, van die vragen. Ik moest die sommen maken en die zeiken over waar dat geld naartoe ging. Dus dan werd ik er uitgestuurd. En met economie werd ik er dan uitgestuurd. Nou, uiteindelijk van school afgestuurd. Toen heb ik, om mijn moeder te pleasen, ben ik nog naar Nijmegen gegaan. Naar de gemeentelijke HBS.
En toen ben ik vlak voor het eindexamen gestopt. Ik zei, ik heb geen zin om die buitenlandse boeken te lezen en zo. Mijn interesses liggen ergens anders. En toen zei mijn moeder, dus het is allemaal niet zo romantisch. Toen zei mijn moeder, niet studeren, dan maar werken. En toen kwam ik in een ijsfabriek terecht en daarna in een worstfabriek. En daarna ben ik Landse bankwerker geworden. Zo is het gegaan. En die radicalisering dan? Want je bent toen... Ja, nou dat is die recalcitrantie. En die hangt natuurlijk heel nauw samen met enerzijds mijn wordingsgeschiedenis in die puberteit, zeg maar. Ja. En die adolescente periode. En dat in combinatie met de roerige jaren 60. Een periode van de Nederlandse geschiedenis die nou, de meeste van u bewust hebben meegemaakt als ik de gemiddelde leeftijd zo inschat. dan weet u wel, dat waren totaal andere tijden dan nu. De jeugd was niet conservatief, maar progressief. Alles moest anders. Of het nou het bestuur van scholen was, van universiteiten of van fabrieken of vakbonden. Alles moest anders, democratischer. Geen automatisch leiderschap meer gebaseerd op willekeur in de zin van afstamming of titel of wat dan ook. Zijn we later overigens wel enigszins in doorgeslagen, maar dat terzijde. En natuurlijk de oorlog in Vietnam. Ja. En de armoede in Afrika, de honger die voor het eerst via de televisie tot ons kwam. Ja, vragen zo. En dat heeft ons, die hele mixture van mijn eigen persoonlijke geschiedenis, wordingsgeschiedenis en die specifieke periode van de puberteit in combinatie met de democratiseringsbeweging, dat alles in beweging was en de katalysator van Vietnam. Ja, dat heeft gemaakt dat ik dacht, hier moet ik toch een bijdrage aan leveren. En toen ging je Mao lezen en Marx. En ja, en Lenin en Freud. En Mandel. En Mandel, ja zeker, de Belg, de Trotskist. Dus ja. Die was bij ons niet echt populair. Maar ook Marcuse, daar is het eigenlijk mee begonnen. Ik ben met Marcuse begonnen. En later, omdat hij zich baseerde op Freud en op Marx, ben ik die twee ook gaan bestuderen. En als je Marx bestudeert, kom je al snel bij Lenin terecht natuurlijk ook. Dus terwijl je daar in die worstfabriek zat, ging je dan s'avonds en ging je lezen en dan... Ja, en de wijk in, hè. Dus gewoon aanbellen bij de mensen en vragen, wat zijn de klachten en wat kunnen we eraan doen. En Os was toen nog echt een verpauperde arbeidersstad. Dus er was heel veel armoede, heel veel slechte huizen. Dus er was ook heel veel om tegen te ageren. En ik heb dus eigenlijk steeds het allemaal samen gedaan. Dat is een beetje een rare combi, maar het heeft mij wel heel erg geholpen. Aan de ene kant... wat is het, 15 jaar de fabriek werken en dan tegelijkertijd politiek actief en tegelijkertijd ook studeren. Ja, als politici hebben toch moeite om ons aan te geven hoe het eruit zou kunnen zien of waar wij naar willen streven met elkaar. En dan wil ik graag toch van jou eens weten hoe jij dat nu ziet en waar bestaat dat uit, die goede samenleving waar jij vindt dat we naar moeten streven. Dat is een samenleving waarin wij op de eerste plaats meer begrijpen van onszelf. Dus van hoe ons brein werkt, maar ook hoe ons lichaam in elkaar zit. Hoe de samenleving in elkaar zit. Hoe de machtsverhoudingen zijn en hoe wij geconditioneerd raken door onze opvoeding en onze omstandigheden. Een goede kennis van mij, die mocht een leaseauto uitkiezen. Die is vervolgens daar 2 maanden mee bezig geweest. Ik zeg, het is maar een auto. Ik zeg, en dan heb je hem direct en dan verzeker je, welke BMW het ook wordt, binnen 2 weken is de normaalste zaak van de wereld en is de kick van de vernieuwing al lang weer verdwenen. En als je dat besef niet hebt, dus als je alleen maar blijft hoppen van de ene consumptie, kick, naar de andere, kom je nooit tot rust en heb je nooit de neiging om eens na te denken over wat er in het leven nou werkelijk belangrijk is. En als je mensen vraagt, ik zie je toevallig dat boekje Hoe dan, Jan, liggen. Ja. Dan wordt die vraag mij ook gesteld. En ik heb toen geantwoord, als je mensen vraagt, noem mij nou eens de 5 belangrijkste momenten uit je leven. Dan wordt dat ook bij haar, nooit die BMW, nee, maar wel de geboorte van haar zoon. Het feit dat ze een carrière sprong heeft kunnen maken, omdat ze zich gekwalificeerd heeft. Gelukkig getrouwd is. Een speciaal inzicht wat ze verworven heeft toen ze dat boek las. En de moeder die ze mooi naar de dood heeft kunnen brengen. Dat zijn de dingen die tellen. Dus het gaat veel meer om sympathy, zoals de Engelsen dat zeggen. Dus dat je van anderen sympathie ondervindt. En dat is heel iets anders dan imponeergedrag door middel van hedonistisch optreden met een dure auto die je kunt veroorloven. Dat is een totaal misverstand. Ik heb ooit eens een keer, het was K. Glasser van Loon, hij is een van de auteurs van dit boekje, Hoe dan, Jan. Een goede vriend van mij te vroeg gestorven. En we zaten een keer bij AT5 samen in het programma. En één keer zei hij, ja, maar Jan, jij bent ook spiritueel.
Ik zeg, Karel, jongen, kom op, man. Je kent me toch beter, ja? Nee, jij bent ook spiritueel. Toen ben ik toevallig, die week daarna, een paar dagen in een klooster geweest. Bij de Franciscanen in Megen, vlakbij Os. En toen heb ik daar die 15 paters die daar zitten en broeders, die heb ik gevraagd, iedereen apart, leg mij uit, wat is spiritualiteit? Ja. Daar kwam geen eenduidig antwoord op. Maar wat we ons uiteindelijk allemaal op hebben kunnen vinden, is de vaststelling en het begrip, de overtuiging dat het immateriële belangrijker is dan het materiële. En dat het laatste in dienst moet staan van het immateriële. Althans, als je het hebt over cultuur. In de werkelijkheid is het zo dat het materiële, we weten inmiddels de neurobiologie, dat veel meer met ons doet dan wij willen beseffen. Maar ik heb het nu even over ons waardepatroon, onze cultuur. Ja. Als je dat besef als samenleving en als individuen die samenleving vormen tot de jouwe maakt, dan heb je denk ik al een hele belangrijke stap gezet in de richting van het goede leven. Als je daarbij voegt wat kunst en cultuur kan brengen, wat wetenschap kan brengen, als het gaat om inzicht in de noodzakelijkheid van dingen en dat daarmee, ik bedoel, Marx heeft dat zo ooit omschreven, vrijheid is inzicht in noodzakelijkheid, de noodzakelijkheid, dan weet je ook dat je niet je overal tegen moet verzetten, want dat toch zinloos is. Dat wat je nou eenmaal moet, bijvoorbeeld eens een keer naar de wc, daar kun je wel tegen protesteren, maar dat heeft zo weinig zin. Ja. Dus leg je daar nou gewoon bij neer en concentreer je op die dingen die je wel kunt veranderen in je persoonlijke leven en in de maatschappij, om die beter te maken. Ik denk als we, ik bedoel, dit gezegd zijn, dan kun je dat allemaal nog verder concretiseren. Dat gebeurt toevallig ook in dat boekje. Maar dit zijn volgens mij, dit is wel het belangrijkste inzicht. Ja, dus dan gaat het eigenlijk over bewustwording. Ja. Bewustwording wat belangrijk is in het leven, dat zeg je. Wat is, ook politiek gesproken, hè, na die bewustwording, hoe organiseren we dat? En wat is de rol van democratie bijvoorbeeld? Nou, niet alles tegelijk. Want dan, nee, de rol van de democratie bijvoorbeeld, nou is meteen nogal een ingewikkelde. Want het is niet gezegd dat het volk het altijd goed heeft. Toch? Nee. Je kunt je theoretisch indenken dat een verlichte despoot in een bepaald tijdsgevricht nog wel eens heel verstandig zou kunnen zijn. Dat geldt niet meer voor onze moderne samenleving. Maar er zijn landen waarvan ik wel eens denk, nou, in een overgangsperiode zou het best goed zijn om de chaos te boven te komen en de onderlinge twist, dat iemand bevoegdheden krijgt om dat voor een periode van 5 à 10 jaar gewoon zo neer te zetten dat daarna ook een democratie gepraktiseerd kan worden. Dus democratie is geen doel? Nee, democratie is voor mij een middel. Ja. Absoluut. Want dan zou je bijvoorbeeld ook geen enkele oorlog kunnen winnen, naar mijn idee. Als democratie het hoogste doel zou zijn. Dus het is een middel naar het goede leven, de goede samenleving. En waarom? Omdat je in een democratie in ieder geval verzekerd bent van draagvlak. Dat is al heel belangrijk. En het geeft ook een verantwoordingsplicht. En daar geloof ik ook wel heel erg in. Dat de macht niet onbeperkt is qua duur en qua omvang. Maar dat die ook gecontroleerd wordt. Dat de verantwoording moet worden afgelegd. Dus de democratie en in het bijzonder de parlementaire democratie zoals wij die hier kennen. Is volgens mij van cruciaal belang. En is ook een erfenis van onze beschaving, van onze geschiedenis. Het is het antwoord op het absolutisme, waarbij één heerser, vanaf halverwege de 19e eeuw, zeg maar, de koning, dat daar de macht van is afgenomen en is in handen gevallen van eerst de mannen die mochten stemmen, die het zich konden permitteren, daarna alle mannen en alle vrouwen. En dat is denk ik een succesvol middel. Maar of het een garantie is, dat is het dus niet. Nee. Dat de goede samenleving geconstrueerd wordt. Ja, dat begrijp ik. Dat is maar even iets anders. Vrijheid. Is dat een onderdeel van een goede samenleving? Is dat een belangrijk begrip daarvoor, voor jou? Ik heb een lezing mogen houden, van Randwijk lezing in Vlissingen. Ja. En die had als thema vrijheid. En vrijheid is een ingewikkeld begrip, want er zijn de 4 vrijheden van Eisenhower, geloof ik, als ik me niet vergis. Is toch Eisenhower of zeg ik het verkeerd? Ik denk Berlin positieve en negatieve vrijheid. Misschien. Precies, ja. Ja. Ja, precies ja. Nou, die heeft hij dus ook. Hij heeft het, Marx spreekt er ook van, als hij het heeft over vrijheid, heeft hij het ook in 2 zinnen. Dan heeft hij het over vrij in de zin van los van feodale verhoudingen, feodale verplichtingen, maar ook vrij van armoede. En die 2 begrippen, vrijheid wordt vaak begrepen als je mag doen wat je wil enzovoort meer. Maar als je het hebt over Berlin bijvoorbeeld, die inderdaad over positieve en negatieve vrijheid had, is positieve vrijheid dat je mensen de gelegenheid verschaft om zichzelf te ontplooien. Ja. En negatieve vrijheid is de vrijheid die de overheid jou laat bij wet en regel, zeg maar.
En dat zijn twee totaal verschillende dingen natuurlijk. Dus het begrip vrijheid is een, vind ik, een vrij moeilijk begrip. Ken jij dingen nog? Hoe heet hij nou ook weer? De oude leider van de Belgische SP. Hij is toen plotseling opgestapt. Ja. Hij is nu weer burgemeester of gouverneur in Brabant. Nou, om lang verhaal kort te maken, de naam ontschiet me even. Ja, Steven Stevaerts. Niemand? Ja, Steven Stevaerts. Ja. De man had eigenlijk naam gemaakt met kroegen, blueskroegen, die hij opkocht. En dan maakte hij daar echt een bluescafé van. En dan kwam zijn moeder op bezoek en die zei: ja, maar Steve, joh, die stoelen die zien er toch niet uit? Ja, maar man, dit is een bluescafé, dat hoort zo. Ja, maar die wc is toch zo smerig? Ja, dat hoort zo. Nou ja, goed, hij had precies in de vingers hoe een bluescafé moest ruiken. hoe het eruit moest zien, hoe je er moest zitten enzovoort. Maar er was nog één belangrijk ding, dat was de muziek die daar draait. En hij was tot de ontdekking gekomen dat de truc was bij programmeren van de muziek in het bluescafé. Ging niet over live muziek, maar over platen. Dat je moet combineren wat mensen willen horen met wat de mensen nog niet weten dat ze willen horen. Dus dat er altijd ook iets te ontdekken valt. Zo heb ik Joe Bonamassa ontdekt onlangs, omdat iemand mij daarop attendeerde. Ik ben er nog helemaal weg van. En iedereen zei: luister naar Joe Bonamassa, dat is geweldig. Al die mensen ook enthousiast en die sturen dat ook weer door. Ik bedoel, de opwinding die dat geeft, dat is precies, we hadden het over vrijheid. Als je aan mensen tegen vrijheid zou zeggen, nou, dan komen ze elke keer met hetzelfde repertoire. Totdat er iemand komt die denkt: nee, maar wacht eens even. Ik heb nog wel een paar dingen voor jou die je waarschijnlijk ook wel mooi vindt. Of niet, dat zal blijken. Maar dat is een vorm van positieve vrijheid. Hè? Dat je probeert om je grenzen te verleggen. Meer dingen te zien, met meer dingen kennis te maken. En niet alleen maar te blijven zitten in wat jij in vrijheid gekozen hebt. Rechtvaardigheid. Is dat een onderdeel van de goede samenleving? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat er is heel veel onderzoek naar gedaan, internationaal. En daaruit blijkt dat de samenlevingen waarbij de inkomens rechtvaardig verdeeld zijn, en dat is een puur subjectief begrip natuurlijk, hè, wat je rechtvaardig vindt. Ik bedoel, de SP heeft ooit bepleit dat het hoogste salaris niet meer zou moeten zijn dan 3 maal het laagste. Er zijn mensen die zeggen: nee, dat moet 10 maal zijn. En er zijn er natuurlijk ook bij die zeggen: dat moet 100 maal zijn. Dus dan heb je allerlei gradaties en die vinden dat toch allemaal rechtvaardig. Dus iedereen vindt dat op zijn eigen manier vindt rechtvaardig iets anders. Maar het blijkt wel dat als de grote meerderheid inkomensverdeling als rechtvaardig typeert, zoals bijvoorbeeld in de Scandinavische landen, ja, je gelooft het niet, maar het maakt dat mensen ook steeds meer vertrouwen in elkaar krijgen. En dat is een cruciaal element in het menselijk geluk. Dat je niet steeds achterom hoeft te kijken, dat de samenleving niet gejuridiseerd is, dat je alles via de rechter moet binnenhalen aan rechten, maar dat je gewoon de mens kunt vertrouwen. Dus dat als ik jou geld geef, dat ik dan erop vanuit kan gaan dat als jij weer geld hebt, dat ik dat dan weer terugkrijg. Weet je? Dat elementaire vertrouwen, dat wordt hoger naarmate de inkomens eerlijk verdeeld zijn en mensen in hun bestaanszekerheid niet onzeker worden gemaakt. Dus dat betekent eigenlijk dat het niet alleen eerlijker is, maar ook beter, zeg je. Ja, ja. Dat is vaak zo. Ja. Met wat functioneel in de industrie bijvoorbeeld, als wij een pui maakten en de hoeken waren niet haaks, dan zeiden wij tegen elkaar: het klopt niet, maar het is ook geen porum. Het ziet er ook niet uit. En het is vaak zo dat wat functioneert, dat we dat, ja, wat dat is in de menselijke natuur weet ik niet, maar dat we dat vaak ook typeren als schoonheid. Dat we dat eerder herkennen als: verdomd, dat is mooi. Als we nu dat even brengen, dit zijn wat beelden, hè, van, er valt natuurlijk wat veel aan toe te voegen. Je kan zeggen over de rol van de markt en ik heb er vanuit historisch besef en historische kennis hoort er ook bij. Ja. Dat is jouw wereldbeeld. Hè? Daar past ook wel een vrij positief mensbeeld bij, begrijp ik. Want je gaat er wel vanuit dat wij, hè, ons bewust kunnen worden. Je vindt het ook wel belangrijk dat wij dat doen. Hè? Dat wij bewust worden van wat belangrijk voor ons is. En je gaat, in tegenstelling tot veel anderen die behoorlijk cynisch mensbeeld hebben, mijn collega's gaan ervan uit dat mensen eigenlijk al vooral geleid worden eigen belang. Dat ze toch altijd niet houden aan de regels en dat je ze daarom altijd goed moet controleren en beheersen. Dat is niet jouw uitgangspunt. Of is dat? Het neigt gauw naar naïviteit natuurlijk. Ik ben een dag gauw geweest en dan ben je wel snel genezen, hoor. Ja. Ik bedoel, de mens is genegen tot het goede. Daar is daar weinig van te zien natuurlijk. Het boeggeweld ook niet. Nee, dus dan? Zo werkt het niet. Het is wel degelijk zo dat de omstandigheden de mensen maken. Er zijn een aantal dingen die vaststaan tussen aanhalingstekens. Dat is hetgene materiaal wat je hebt, de opvoeding die je hebt genoten.
kan je niet meer veranderen. Nee. Dat heeft jou in belangrijke mate gevormd. Ik hoorde toevallig, of er staat ook trouwens in het boek, dat hoorde ik niet toevallig, heb ik Dijkgraaf voor geïnterviewd, dat bij vierjarigen slechts 10% bepaald wordt door de genen als het gaat om IQ en 90% door de omgeving. Ja. Bij vierjarigen, dat neemt daarna natuurlijk af. Maar dat geeft wel aan hoe belangrijk opvoeding is. En dat je ouders hebt die een beetje empathisch gevoel ontwikkelen. En, nou ja. Dus dat is heel vormend voor ons als mens. Maar vervolgens, zet allemaal hele vrede, lievende mensen maar eens in een cel. Geef ze een week niet te eten en gooi dan maar een stuk brood in. Dan wil ik wel eens kijken hoe het zit met het altruïsme. De SP, het zag er naar uit dat jullie een van de grootste partijen zouden worden. Zo niet de grootste. En dat is toch in een paar weken radicaal omgeslagen. Ik heb dit ook zelf meegemaakt in 2003. In 2002 haalden wij 9 zetels. Dat is het jaar van het fortuin vermoord werd. En wij steken daarna door naar 21. En toen waren de verkiezingen al een half jaar later, in januari 2003 weer. En wij stonden dus hartstikke hoog in de peilingen toen de campagne begon. En dat was het eerste debat met Zalm, Balkenende, Bos en ik. En Bos viel daar ontzettend mee. Er was New Kid on the Block, maar hij viel ook ontzettend mee. En dat heeft hem een enorme boost gegeven. Enorm zelfvertrouwen, waardoor hij in een vicieuze cirkel omhoog kwam. En ja, wij zijn tot op zekere hoogte communicerende vaten, dus wij gingen als een vicieuze cirkel omlaag. En als je eenmaal in dat proces zit, dan is in een campagne dat bijna niet meer te herstellen. Want wat krijg je dan? Jeroen Pauw heeft dat in zijn programma terecht ook op deze manier omschreven. Elke eerste vraag aan Emiel Roemer was: God, meneer Roemer, u stond hoog in de peilingen, maar het wil niet echt lukken. Ja. Hè? Dan moet je dus gaan uitleggen wat er aan de hand is. En dan wil je dus al niet meer over je programma, over wat je van plan bent en zo. Dan gaat het alleen nog maar over jou en wat er misgegaan is in de campagne. En dat zie je ook na de Tweede Wereldoorlog, was Nederland bereid tot alle offers. De wederopbouw, de loonmatiging, jaar na jaar na jaar, bestedingsbeperking, allemaal woorden uit die tijd. En mensen deden het met lof en plezier. Niet eens voor zichzelf, maar omdat de kinderen het uiteindelijk later beter zouden krijgen. Dat was het doel. Nou, hoe meer opofferingsgezindheid kan je je niet voorstellen. Daar moet je nou eens om komen. Dat is volslagen omgedraaid. En dat maakt mij wel soms pessimistisch over de westerse cultuur. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de Chinese cultuur. Dat wij aanzienlijk minder slagkracht kunnen ontwikkelen dan dat ze dat daar kunnen. En dat is niet alleen omdat het daar een totalitaire staat is. Dat is ook omdat ze, Jan Douwe van der Ploeg zegt het in een boekje ook heel aardig. Die doseert daar in Shanghai. Ze experimenteren altijd. Ze zijn altijd aan het experimenteren. Wat kan dit niet beter? Nou, laten we eens 3 experimenten doen en dan over 2 jaar kijken we, dan nemen we dat over. En dan nemen ze ook allemaal dat over. Omdat het beter is. Daar komt hij bijna niet voor, joh. Waar lopen hier nou echt de serieuze experimenten langere tijd? In het onderwijs hebben we gewoon gezegd, nee, we gaan in één keer allemaal over naar schaalvergroting. Fuseren. Gaan we ook nog subsidiëren, die fusies? Niet dat iemand zegt, nou, zullen we eentje nou gewoon een paar scholen gewoon door laten gaan op de weg? En dan kijken we over een paar jaar wat het beste resultaat geeft. Nee, wij gooien het dan ook om, maar zonder dat er eerst een wetenschappelijk experiment heeft plaatsgevonden. Dus ik ben eerlijk, als ik heel eerlijk ben, soms wel een beetje pessimistisch. Maar ja, een politicus moet professioneel optimistisch zijn, want anders moet hij uit de politiek weg. Dus ik aarzel nog een beetje tussen de twee. En hoe vertaal je dit nou naar gemeentelijk niveau? Er zitten ook wat van jouw partijgenoten, die hier ook in de gemeenteraad zitten. Hoe vertaalt dat zich, dat die gedachten van jou, hoe vertaal je dat op een gemeentelijk niveau? Hoe pas je dat toe in Hilversum? Nou, waar ga je op letten? Ik heb natuurlijk 17 jaar in de gemeenteraad gezeten, dus wat heb ik daar gedaan? Ik ben opgekomen voor verkeersveiligheid. Ik ben opgekomen voor speelgelegenheid voor kinderen. Omdat ik weet dat voor de grove en fijne motoriek erg belangrijk is. Dat kinderen openhouden van bibliotheken. Het openhouden van lijnen van het openbaar vervoer. Dat mensen bereikbaar zijn. Mobiliteit is ook een vorm van vrijheid. Zorgen dat stadcentra en buurtcentra niet uitgekleed worden. Maar dat er winkels blijven. Dat er ook een postbus is. Een klein postkantoortje. Dat die buurt levendig blijft. Dat mensen fatsoenlijk zijn gehuisvest. Dat er cultuuraanbod is in de stad. Ik bedoel, het is allemaal helemaal niet zo moeilijk. Het is echt gewoon de normale dingen waar we allemaal van zeggen. Ja, dat brengt het goede in de mens boven. Dat moeten we stimuleren. Ik heb me ontzettend verzet tegen de luchtvervuiling in Os. Echt een industriestad. Ik zal verder niet in details treden, maar heel veel fabrieken die ook heel veel uitstoten. Nou, wij waren de eerste die daar tegen te hoop liepen. En de reactie was altijd,
We hebben er niks van begrepen, die stomme SP'ers, want de schoorstenen moeten roken. Ja, dat was een beeld nog van na de Tweede Wereldoorlog. Schoorstenen moeten roken. Maar ja, als die gechloreerde koolwaterstoffen naar buiten spuwen, dan is dat niet gezond. Dus daar moeten we dan iets aan doen. Ik hoor je niet zoveel praten over de tweedeling. En dat is toch iets ook waar je toch altijd druk over maakt. Zeker. We hebben het er even over gehad, de rechtvaardigheid. Dat je denkt dat het niet alleen eerlijker, maar beter is. Maar ik zie eigenlijk vooral ook de SP zich daar voortdurend druk over maken. En heel consequent zich altijd achter de minst bedeelden of de mensen die het moeilijkste hebben. Mm-hmm. Heel consequent. Eigenlijk als enige partij die dat zo consequent doet, voor zover ik dat kan natrekken. Daar heb je nog niet echt over gehad. Is dat de reden? Nee, maar de avond is nog kort. Of ja. Nog lang. En op de tweede plaats heb ik het er wel over gehad toen we het over de inkomensverdeling hadden. Ja, toen wel, ja. Dat, maar zeker armoede is, zijn al rapporten van de GGD in Breda van 15 jaar geleden, die ik graag mag citeren, die zeggen dat als kinderen door armoede of op andere manieren dat ze tekortkomen in hun jonge jaren achterstand oplopen op het gebied van hun geestelijke ontwikkeling en hun gezondheid, dat ze dat nooit meer inhalen. Nooit meer. Dat is toch werkelijk. Ik bedoel, dat is toch die vaststelling, daar word je toch gek van als je dan denkt, verrek, we ontnemen kinderen een hele hoop kansen. Als we niet ook zorgen dat zij in hun eerste levensjaar voldoende aan hun trekken komen op al tal van terreinen. Hè? Dus uitgedaagd worden, goed eten, goede nachtrust, enzovoort, enzovoort. Er is toch bij Nederlanders steeds meer toch een argwaan ontwikkeld over wat als je de overheid te bepalend laat zijn, dat mensen daar afhankelijk van worden, dat ze geen initiatief meer nemen. Hè? Dat is uiteindelijk werk niet bevorderlijk voor hun zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid en zo. Hoe kijk je daar tegenaan? Dat wij zeggen, kijk, de overheid moet een bepaalde dingen in onze beschaafde samenleving voor ons runnen. Ontslaat dat dan mensen van de plicht om voor hun buurt te zorgen, voor hun buren te zorgen, een stoep schoon te maken als het sneeuwt, kinderen naar school te brengen? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Wij moeten, zoals jij het altijd de oikos noemt, ons thuis, daar moeten wij zelf ook een bijdrage in leveren. Daar moeten wij ook in investeren en het niet allemaal afschuiven. Ik heb juist ontzettend hekel aan mensen die echt alleen maar kankeren, maar niet zeggen hoe het beter moet en ook helemaal geen poot uitsteken om dat te bereiken. Dus die bestaan alleen maar om te kankeren. Daar heb ik helemaal niks mee. Dus ik ben zelf volgens mij ook een toonbeeld van iemand die gewoon geprobeerd heeft altijd de daad bij het woord te voegen. Ik heb het in ieder geval wel altijd geprobeerd. En daartoe zou ik dan ook iedereen willen oproepen en dus niet de zaken af te schuiven op de overheid. Helemaal niet.